Willy van der Kerkhoff, wat een ongelofelijke ontwikkelingen bij PSV. Ja, echt ongelofelijk. Ik was er even stil van. Ik zat in de auto en ik was op het tankstation en ik hoorde het. Ja, ik ben er nog steeds beduusd van. Vanochtend toen ik op de club kwam, zat ik op kantoor en kwam Ruud langs en heeft mij verrast met de boodschap dat hij per direct zou gaan stoppen. De spelers hebben denk ik een beetje de trainer laten vallen in deze opzichten. Want ook als je afgelopen zondag ziet die blunders die spelers maken. En als die twee blunders niet geweest waren, had ik mij afgevraagd als Van Nistelrooy opgestapt was. Als PSV zondag gewonnen had, dan was Van Nistelrooy nooit opgestapt. Ja, dat denk ik, ja. Ik denk als wij gewoon gewonnen hadden en nu tweede plaats Champions League, was dit niet aan de hand geweest. Ik denk als je Ruud als speler kende en als mens, ja, dan is hij denk ik wel bij hoge uitzondering een prof die zo gedreven was, zo zelfstandig kon bepalen wat hij nodig had als prof om tot de prestaties te komen waartoe hij is gekomen. En ja, daar heb ik heel vaak met bewondering naar gekeken en ook over gepraat met hem. Alleen, dat is niet iets wat vanzelfsprekend is. Ja, dat is een leerproces. En dat kan wel eens een botsing geven, maar wel iets van God, hij verwacht dan meer. Dat miste ik ook bij wedstrijden, heb ik dat ook gemist. Hè? Dat al heel veel spelers niet onders uit de kan willen halen. En misschien is dat toch de ergernis geweest die bij Ruud van Nistelrooy heeft doen besluiten om er een punt achter te zetten. De intentie is altijd geweest om dingen te verbeteren en niet om afscheid te nemen of wat dan ook. Het is nooit aan de orde geweest. Misschien is het wel tijd om eens een keer een schoon schip te maken en proberen het nieuwe seizoen een volledig nieuwe start te maken. Een PSV elftal staat wat 90 minuten wil voetballen en die niet de helft van de tijd gewoon slap voetbalt. En dat mis ik bij PSV gewoon. De mentaliteit is, als je Feyenoord kijkt naar mentaliteit, is 90 minuten aanvallen. En bij PSV is er 15 minuten aanval en de rest maar kijken hoe het is. En ja, dat kan niet.